Ik kan net zo goed snappen dat je uh, een beetje op een stoel van God zit en gaan kennen. Van die wil en die net. Uh, ja, daar ben ik nog van in de war. En dan denk ik van. Uh, uh, ja, hoe kist het maar maat De 46-jarige Voekje Wolters van Wuddem had nog meer dan twintig jaar de erfelijke spierziekte van Pompe. Ze komt in een gezin met vier BN voor van haar ziekte. Haar broer Cor is echt ziek. Meestal met de ziekte glycogen en zim die de stof glycogeen afbreken. Omdat de stof hem dan ophoopt, knappen de spiercel niet mecore. Dan het wel, dan krijg je minder spierkracht. En dat begeert voornamelijk in de bovenbenen en in het bekkengebied. Dus om je uh, stabiliteit van de romp te houden. Zeg maar. Lange tijd werd het een ongeneeslijke ziekte. Wolters-Wilon aan ontstrepen. Op de gewone fiets kon het meer elektrische fiets ongeschafd. Uh, uh, nou ja, ze zijn best bezig. En net in je wil eigenlijk afstrepen strepen blauwen. En sinds uh, ik dat infuus krijg, is het uh, stabiel bleuwen en heeft weer uh, vooruitzicht om op een been te blauwen. Ze krijgen nu om de twee weken een infuus met de medicinitaciëne. En dat al een periode lang. Zonditiet de conditie er zelfs een beetje op vooruit. Dat het jure medicijn net meer vergoeden worden, had het grote gevolgen, voor je in de patiënten. Dan uh, gaat mijn conditie sowieso achteruit. En dan zie ik uiteindelijk in de rolstoel komen, misschien onder beademing en dan uh, is het gebeurd. Maar ik kan me haast net voorstellen dat Nederland samen besluit niet meer kan. Dat er een medicijn is dat je weet dat het werkt, dat mensen er baat bij hebben en dat, dat ze. Ethisch besluiten van: wij lezen het op de bovenste plank en je kent er net bij. Je weet dat het er is en je kent er net bij. Ik, denk ik nou net goed maar uit Ik hoop net dat het Safir komt.